Goedemorgen en welkom bij deze laatste webinar in de Articulate Webinar Weken. Mijn naam is Marlies Oerdemans, ik ben Account Manager bij de Courseware Company. Wij bieden de software van Articulate aan en geven daar ook trainingen in. En daarnaast bieden we ook andere leeroplossingen aan, zoals leermanagement systemen, Totara en Dimensions en learning experience platforms zoals Thrive en Instilled. Mijn collega Godfried Bruins die gaat zo deze webinar geven over de nieuwe features die daar het afgelopen jaar in Articulate Rise 360 zijn bijgekomen. Ik ben de moderator, dus ik zal de chat in de gaten houden en eventueel inbreken bij Godfried als er heel veel vragen zijn. Maar Godfried kan er zelf ook met een half oog naar kijken, dus het kan zijn dat hij ze zelf oppakt. Ik ga mijn camera uitzetten. Voor de deelnemers aan deze webinar, als je last hebt van slechte kwaliteit of mindere kwaliteit, sluit in ieder geval zoveel mogelijk programma's af. Het helpt soms ook om je, als je meerdere schermen hebt, om het webinar even naar het kleinste scherm te slepen, dan is het beeld het helderst van de schermdelen. Nou, tot slot, heel veel plezier bij deze webinar en ik geef het woord aan Godfried. Dankjewel, Marlies. Inderdaad alweer het laatste webinar van deze webinarweken. Leuk dat jullie allemaal hebben aangemeld. Ja, ik ga jullie in dit webinar meenemen in de laatste features van RISE. Dus alle features die dit jaar zijn uitgekomen. En daarnaast wil ik je ook wat tips hopelijk meegeven in RISE. Dus nog wat, een aantal extraatjes. Ja, eigenlijk zoals Marlies ook al zei, als er vragen zijn, dan kan je die gewoon stellen via de chat. Dan ga ik proberen ze allemaal te beantwoorden. Als dat niet lukt, dan komen we dat na het webinar, kunnen we dat altijd doen. Ja, laten we beginnen. Nou, zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel weten, is RISE een online tool van de Articulate Suite. Dus eigenlijk alle nieuwe features die zijn meteen online voor jullie allemaal beschikbaar. Er hoeft verder niks geïnstalleerd te worden. Dat in tegenstelling tot Storyline. Waarbij je dus wel steeds een nieuwe versie moet installeren. Maar bij RISE gaat alles dan ja, online. Dus alles direct beschikbaar. Nou, op de community staat altijd de versiehistorie. En daar kan je eigenlijk zien wanneer alle nieuwe versies en updates zijn uitgekomen. En ik zal deze link ook even met jullie delen. Daar kan je altijd zien wat de laatste versie is van RISE. En eigenlijk de laatste update. Ja, dan de eerste nieuwe feature die ik wil gaan behandelen. Is deze, afbeeldingen bijsnijden. En ik denk dat de meeste van jullie deze ook al kennen of gebruiken. Nou, of nog niet. Maar dit is wel echt een super handige feature eigenlijk. En die geldt eigenlijk voor alle afbeeldingen die je in je RISE scores kunt plaatsen. En dat zie je eigenlijk hier in RISE. Als je bij een afbeelding gaat naar edit op die afbeelding, dan zie je dat je die afbeelding kan kroppen of bijsnijden. En ja, zijn er mensen die deze feature al eens hebben gebruikt of opmerkingen hierover? Ja, zeker. Ik zal hem ook even kort laten zien in RISE zelf. Ik heb hier een RISE cursus. Ja, deze gaat over koffie. Ik weet niet of sommige mensen wel eens een training bij ons hebben gevolgd. Daar er gaan eigenlijk al onze trainingen over koffie, dus nou, deze ook. Maar ik ga jullie even meenemen in een hoofdstuk. Ja, hier zie je een aantal afbeeldingen. En eigenlijk deze afbeeldingen die kunnen we allemaal gaan kroppen. Ja, ik vind het zelf altijd heel handig bij zo'n grote bannerfoto om een bepaald deel van de afbeelding te laten zien. Dus ik kan hier naar edit gaan. En eigenlijk bij elke foto is dat hetzelfde. Ik kan gewoon de afbeelding kroppen. Dus in dit geval is de afbeelding best wel groot. En
Stel, ik wil alleen maar dit bovenste gedeelte hebben van de foto. Kan ik die simpelweg zo kroppen. Zodat ik hier een ander gedeelte zie van de foto in mijn banner. Ik denk redelijk straightforward. Ik wil jullie eigenlijk ook meteen een andere tip meegeven over foto's of afbeeldingen. En dat geldt eigenlijk voor afbeeldingen die je zelf toevoegt. En wat er gebeurt in RISE is wanneer je een foto toevoegt, is dat die automatisch een compressie uitvoert. En dat betekent dat de afbeelding verkleint in grootte. En dat eigenlijk de kwaliteit zoveel mogelijk gelijk blijft. Maar soms merk ik ook dat als ik bijvoorbeeld, vooral met screenshots, als ik een screenshot toevoeg, dan gaat de kwaliteit net iets achteruit. En ik wil jullie eigenlijk een tip meegeven om die compressie niet uit te laten voeren door RISE. En dat doe je simpelweg door iets toe te voegen aan de naam van de afbeelding. Dus ik ga nu gewoon een afbeelding toevoegen. En als ik deze even vervang met een eigen afbeelding, kan ik het laten zien. Dus hier hebben wij twee afbeeldingen. Dit is eigenlijk de originele, een kopje koffie. En als ik die compressie van RISE niet wil laten uitvoeren, dan kan ik kiezen om daar dit in de bestandsnaam te zetten. Dus laag streepje, no process, in hoofdletters en vervolgens weer een laag streepje. En als ik dit toevoeg en vervolgens een upload, dan gaat RISE dus niet die compressie uitvoeren. En dan krijg ik de afbeelding exact zoals ik hem heb opgeslagen. En in het webinar is dit misschien wat lastig te zien, omdat de kwaliteit misschien wat lastig is via het webinar. Maar ik heb ook hier de link waar je die informatie zelf even kan opzoeken. Hier staat hoe dat werkt. Ja, dus ik merk inderdaad dat eigenlijk de kwaliteit gaat zelden achteruit, maar soms met screenshots is het net wat korrelig. En dan hiermee zorg je ervoor dus dat die compressie niet uitvoert. Top. Laten we verder naar de volgende feature. En dat zijn de templates. Deze templates die zijn ook nieuw binnen RISE. En dit zijn eigenlijk allerlei templates die eigenlijk voorgeschoten door cursussen die je kan gebruiken. En die je ook zelf kan bewerken. En deze kun je toevoegen als je een nieuwe cursus toevoegt en vervolgens kiest voor templates. En dan zie je vervolgens dit scherm. Hier zie je dus eigenlijk alle templates die voor jullie, voor iedereen beschikbaar zijn. Ik denk dat deze templates vooral handig zijn als je een beetje inspiratie wilt opdoen. Want alle templates zijn hier in het Engels. Die kun je vervolgens wel gebruiken en bewerken. Hierbij wil ik eigenlijk jullie ook nog een andere tip meegeven of een andere feature. En daarvoor ga ik weer even naar mijn RISE cursus. En dat zijn eigenlijk de blok templates. Dat is eigenlijk een ander soort template. Ik weet niet of er al mensen zijn die de blok templates kennen. Als ik hier naar all blocks ga. En vervolgens hier helemaal onderin voor blok templates kies. En dan zie ik hier allereerst alle templates die zijn opgeslagen door in mijn team. Ik kan ook hier voor mijn eigen blok templates kiezen. En dit zijn eigenlijk mijn eigen templates. En alle blokken die ik zelf heb opgeslagen, die ik nu in mijn cursus kan toevoegen. Als je een nieuw blok template wilt maken, dan kies je hier voor nieuw blok template. En vervolgens kan ik dus nu kiezen welke blokken ik allemaal wil opslaan.
Ja, en als ik deze set van blokken nu opsla, dan heb ik eigenlijk mijn eigen template gemaakt die je kan kopiëren naar andere cursussen of andere hoofdstukken. Ja, vervolgens kan ik ook nog kiezen of ik deze wil delen met mijn team of alleen voor mezelf. Als ik eerst een naam geef, kan ik het opslaan. En dan komt hij in mijn blok templates terecht. Ja, zelf vind ik het super handig om dit te gebruiken om gewoon snel blokken te kunnen kopiëren en in de andere cursus te gebruiken. Dus nu zien we die hier weer terug. Alright. Dan. De volgende nieuwe feature. De ondertiteling voor video's. Dus ja, sinds een tijdje is het nu ook mogelijk om bij eigen video's een ondertiteling te uploaden. En dat doe je eigenlijk ook weer bij, als je naar een video gaat en vervolgens klikt op edit, heb je hier de optie manage captions. En daarmee kun je dus je eigen ondertiteling uploaden in een video. En die ga ik ook even weer laten zien in Rise. Ik weet niet of mensen deze feature wel eens hebben gebruikt zelf. Nog niet. Ik ga even in een hoofdstukje waar een video in staat. Ik krijg hier een vraag van Mirjam of je die video's ook kunt verkorten of knippen in Rise zelf. Maar dat kan dus helaas niet. Dan zou je dat eigenlijk buiten Rise moeten doen. Dus hier hebben we een videootje, een korte video in Rise. En als ik hier op edit klik. En volgens weer edit bij de video. Kan ik hier mijn eigen captions toevoegen. Ik heb er hier al eentje toegevoegd in het Engels. En hier kun je volgens eerst kiezen voor een taal waarin je de taal van de ondertiteling. Kies je bijvoorbeeld voor Dutch. En dan kun je hier jouw ondertiteling toevoegen. Ja, let erop dat dit altijd een .vtt bestand moet zijn. Dat is eigenlijk de enige die Rise op dit moment ondersteunt. En daarbij wil ik eigenlijk ook een tip meegeven. Want misschien vraag je je af, hoe kom ik nu aan zo'n VTT bestand? Eigenlijk een hele handige manier is om dat te doen, is door jouw video up te loaden in YouTube. En YouTube heeft eigenlijk een functie om ondertiteling automatisch te genereren voor jou. En die ondertiteling kun je vervolgens bewerken in YouTube. En die kun je downloaden als .vtt bestand. En die kun je vervolgens uploaden hier in Rise. Dus dan heb je eigenlijk heel snel een ondertiteling gemaakt voor jouw video. Even kijken. Ja, dus ik zie hier een vraag van Sanne. Dus die ondertiteling moet al klaar staan op je sales bestand. Ja, klopt. Je hebt dus echt een speciaal bestand nodig. Een .vtt bestand waarin de ondertiteling is verwerkt. En die kun je uploaden in YouTube. Kijk, ik zie hier een vraag, maar dan heeft YouTube ook jouw content. Je kunt ook, hij hoeft niet openbaar te staan. Dus je moet hem wel uploaden in YouTube, maar je kunt hem vervolgens ook privé zetten. Waarmee je ook de ondertiteling kan laten genereren. Ja. Dat was kort over de closed captions. Ja, daarnaast wil ik ook weer een extraatjes weer laten zien. Volgens als je dus op de video klikt, dan zie je hier de ondertiteling die je kunt aanklikken. En ook wat deze features zijn al wat minder, zijn al eerder dit jaar, voor dit jaar uitgekomen. Dat is eigenlijk de snelheid, de afbeeldsnelheid die je kan aanpassen. Dus mocht je heel snel informatie op kunnen nemen,
kun je bijvoorbeeld zetten op 1,5 of 2 keer. Of je kunt hem vertraagd laten afspelen. En ja, mocht je dat nou überhaupt niet aan willen zetten, dan kan je dit in de settings ook nog uitzetten, in de core settings. Zodat de gebruiker dus eigenlijk dit niet kan gebruiken. Dat is maar net wat je wilt. Ja, vervolgens heb je hier ook nog een andere optie. En dat is de picture in picture, heet die. Als ik daarop klik, dan moet ik hem even hier naar mijn scherm slepen. Dan kan ik vervolgens hier de video af laten spelen. En ja, misschien kennen jullie dit ook al van YouTube. Nu kan ik vervolgens gewoon doorscrollen in mijn cursus en wordt de video hier afgespeeld. Dat is ook eigenlijk een kleine feature die misschien je nog niet was opgevallen, maar die ondertussen wel in Rise zit. Waren er mensen die die feature al kenden of nog niet? Ik ben even benieuwd. Ja, nu dus wel. Mooi. Ja, laten we door naar de volgende feature dan. Gaat die feature automatisch? Ja, ze worden in ieder geval automatisch dus toegevoegd in Rise. En in de, dus die heb je sowieso. En bij elke video zit dat eigenlijk standaard in. Ja. Dan komen we eigenlijk alweer bij de laatste nieuwe feature van Rise. En deze is eigenlijk redelijk technisch. Het is namelijk een nieuwe manier van publiceren. En dat is dus naar CMI5. En deze feature is eigenlijk ook uitgekomen in Storyline. Ja, mijn collega Nieske heeft daar in het vorige webinar ook die even kort over gehad. Ja, dus eigenlijk als je nu gaat publiceren in Rise en vervolgens kiest voor LMS, dan kan je kiezen voor CMI5. En dat is eigenlijk een nieuwe manier van communiceren naar het LMS. Ja, het is een redelijk technische nieuwe feature. Dus eigenlijk kan je net als SCORM kan je gegevens communiceren naar het LMS, zoals de status en de score en de tijdstuur. En met CMI5 heb je eigenlijk de mogelijkheid om nog net wat meer informatie te sturen en ook je eigen statements te maken. Nou, let er wel op dat jouw LMS dit ook moet kunnen ondersteunen. Dus ga dat ook even goed na. En ik heb hier ook nog wat meer informatie over CMI5. Mocht je dat willen opzoeken. En ja, ik denk dat het voor de meeste mensen nog een beetje toekomstmuziek zal zijn om dit te gaan gebruiken. Maar mocht je hier vragen over hebben, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. Dan kunnen jullie daar verder mee helpen. Zijn er al LMS'en die CMI5 ondersteunen, zie ik? Ja, er zijn zeker LMS'en die CMI5 ondersteunen. Ja, ik ben niet helemaal op de hoogte van welke LMS dat allemaal zijn. Dus ja, mocht je specifieke vragen hebben over een LMS, dan kun je die misschien aan ons stellen. Dan kunnen we dat later nog even beantwoorden. Kijk, hier nog een vraag. Ik loop er nu tegenaan dat de voortgang in de Rise-cursus niet bewaard blijft als iemand terugkeert via een LMS. Is dat CMI5 toevallig opgelost? Nou, dat zou eigenlijk ook gewoon via SCORM moeten werken. Dus wat er dan precies misgaat, kan ik zo niet zeggen. Dus dat is even lastig. Misschien is dat ook iets wat we later specifiek moeten behandelen. En CMI5, ja, zou dat ook gewoon moeten kunnen. Dus eigenlijk allebei de versies moeten gewoon kunnen. Ja. Ja, dat waren eigenlijk alweer alle features, nieuwe features in Rise. Dus, zijn er verder nog vragen of opmerkingen?
Ik denk, Godfried, dat het handig is om op de vraag van Erika nog even buiten het webinar terug te komen. Want het lijkt erop dat er een instelling niet goed is ingesteld. Wellicht bij het publiceren naar Squirm. Of dat er in het LMS iets verkeerd staat ingesteld. Dus we nemen nog even contact op met Erika. Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht. Godfried natuurlijk voor het webinar. En super dat jullie in de afgelopen maanden in grote getale bij deze webinars aanwezig waren. Wellicht dat we volgend jaar gewoon weer gebruikersdagen kunnen organiseren voor Articulate. Zo niet komen we zeker terug met deze webinars, want dat is ons en volgens mij de deelnemers goed bevallen. Hartelijk dank en een fijne dag allemaal.